In de Duinmarkthal in Haarlem vond gistermiddag de kick-off plaats van het nieuwe badmintonseizoen. En dat was een speciaal moment voor Dave Kodabucks van BV Almere. Na jarenlang speler van Almere te zijn geweest, debuteerde hij gisteren als hoofdcoach met een 5-3 overwinning op Velo. Ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. We zijn bezig geweest met de voorbereidingen, zijn al lang aan het trainen. En dan komt het moment dat je het moet gaan laten zien. En dan is het fijn dat het wordt omgezet in winst. Belangrijk voor de overwinning was de winst van Alex Vlaar en Ilse Vaassen in het gemengd dubbelspel. Voor Vaassen was het een bijzondere wedstrijd, want ze maakte haar entree na een schouderblessure die haar een jaar langs de kant hield. De vreugde na de winst was dan ook groot. Ja, ik ben toch een beetje, ik ga al richting de veteranen. Dus ik ben toch het oudje van het team. Maar ik weet wel dat ik met mijn ervaring nog heel veel kan. Ondanks dat ik misschien niet meer zoveel baanuren maak. Het is gewoon heel erg leuk. Ik vind nog steeds het spelletje ontzettend leuk. En als het dan lukt en je kan toch zo'n wedstrijd naar je toe trekken, ja, dat is gewoon mooi. De 33-jarige Vaase speelde eerder samen met coach Kodabucks, die deze zomer Erik Staats opvolgde bij BV Almere. De nieuwe coach maakt tot dusver een goede indruk. En hij heeft gewoon heel erg veel ervaring. Dat kan hij denk ik de spelers gewoon echt meegeven. Vooral de jonkies, die kunnen heel veel van hem leren. Ik ben een gevoelspersoon, dus als ik het gevoel heb dat ik streng moet zijn, dan zal ik streng zijn. Maar ik zal wel altijd eerlijk zijn en dat weten de spelers. Tot dusver mist Kodabucks het zelf spelen niet. Nee, gek genoeg niet. En dat heb ik ook gehad toen ik stopte met mijn professionele carrière, dat ik ook echt het gevoel had van dit is klaar. En daar ben ik eigenlijk vandaag ook al zo doorheen gekomen. En ook onder Kodabucks hoopt BV Almere weer mee te strijden om de bovenste plekken. Ja, ik denk dat we sowieso natuurlijk in eerste instantie gewoon voor die bovenste 5 moeten gaan. Dan richting de play-offs. Maar ik ben er wel van overtuigd dat wij met dit team zeker bij de bovenste 4 mee zouden moeten kunnen doen. Ik kijk vooral naar de ontwikkeling van de spelers zelf. En ik hoop dat ik ze daarbij iets kan bijbrengen waardoor ze beter worden. En ik hoop inderdaad dat daar aan het einde van het seizoen een beker bij wordt. Dat betekent landstitel. Daar hoop ik wel op, ja. Maar ik ga dat niet keihard uitspreken.